Ik had veel meer te vertellen toen de camera nog niet liep. Nee, dat valt mij ook op. Weet je welke maand? Ja, het is week 13, hè? Ja. En het is vrijdag. En het is vrijdag. Zo. Maar het is vrijdag de eerste. Het is vrijdag de eerste. Dus geloof ik. Alles is vandaag een grap. Alles is een grap. Behalve wij natuurlijk. Ja, zeker. Weet je, gehoord dat de Stopera in Amsterdam, de Stopera voor mensen die er niet vandaan komen, dat is het stadhuis. Ja, het lelijkste gebouw in de jaren 80 is opgeleverd. Het is een samenvoeging, hè, tussen het stadhuis en de opera. En omdat dat in één gebouw zit, is dat, maar het heet dus nergens de Stopera. Dat is gewoon... Dat zou ik logisch zeggen, als het dan de Stapera had geheten, toch? Ja. Dat is niet het Stotshuis. Misschien is Stotshuis wel een beter ding. Ja. Anyway, daar is 3 graden kouder, wordt daar gestookt. En, ja. En toen ik vanochtend buiten kwam, voelde ik het meteen. Ja. Nee, maar het is... dus ik weet niet... Thuis is 21 graden best wel lekker als je op de bank zit. Maar als je in een kantoor moet werken, is 21 graden best wel echt heel erg warm. Ja, dus maar... ik snap niet... Dan creëer je wel een beetje een soort tamme sfeer waar iedereen een beetje maar naar het koffie af gaat. En wat voor sfeer zou je anders verwachten op een stadhuis? Nou ja, je wil natuurlijk dat mensen gewoon energiek zijn en misschien een beetje met pit werken. Ik moest een keertje fotograferen in een kantoor en daar hadden ze ook de verwarming op 21 graden. Ik zeg, kan dat niet wat minder? Want het is gewoon niet om te doen om hier rond te lopen. Ja, maar dan kun je toch gewoon minder kleren aan doen? Ja, maar ik was te gast, hè? Ik kan daar wel in mijn tijgerslip gaan rondlopen, maar... Ja, dat gaat misschien ook weer wat ver bij 21 graden, maar ja. In een hemdje moet kunnen. Nou, ik ben gewoon koukleum, ik hou van warm. Ja. Zo simpel ik zou de verwarming even aanzetten, dat was ik helemaal vergeten, want het was koud hier. Ja. Ja. Maar de kans dat nu Nederland iets gaat doen met het... hoe zeg je dat? Het advies of de smeekbeden van Zelensky, heet die, meen ik. Ja. Dat we maar eens geen Russisch gas moesten meer stoken. Ja. Die kans is nu wel verkeken. Door deze koude golf? Tuurlijk. Ja, maar er is ook... Ga toch niet in de kou zitten, ben je gek. En Poetin die wil dus dat we met roebels gaan betalen? Ja. Dat was... Dus niet meer als... En dat we gewoon naar de Russische banken moeten storten in plaats van naar Gazprom? Ja. Gaat dat gebeuren? Gaat die ons afsluiten? Nee, hij gaat ons niet afsluiten. Wij gaan gewoon betalen. Ah. Dit is de EU waar we het over hebben. Die gaat gewoon altijd betalen. Oh ja. Als mensen zeggen van ja, weet je, ja, nee, geld is op, want we moesten nog knoflook kopen of zo. Dan zegt de EU, oh, je hebt je nieuw geld. Dat is hoe we het doen. Ja. Dus nu betalen we de Russen voor gas. En de Russen die kunnen daarmee gewoon die oorlog verder voortzetten. Ja. We betalen de Amerikanen en wat die leveren, dat zetten we op kratten en dat dumpen we in Oekraïne, zodat die dat kunnen afschieten op de Russen. Ja, dat is wat de EU nu aan het doen is. Ja. En eigenlijk gewoon iedereen komt er goed vanaf. Zelfs India, las ik, komt er goed vanaf, want in India die hebben gewoon helemaal geen zin in zo'n boycott van Rusland. Waarom niet? Die kopen daar bijna alles wat ze kunnen kopen. Dus die kopen alle zware materieel daar, hun vliegtuigen, hun straaljagers en hun olie. Ja. En Russisch olie is nu mooi goedkoop vanwege de boycott natuurlijk. En de roebel staat laag. En gewoon de hele wereld eigenlijk is op dit moment hartstikke mooi bezig. Ja, behalve dan de gemiddelde Oekraïner natuurlijk. Ja. En de gemiddelde Rus. Die is ook niet blij. Ja. Maar Amerika is blij, want dat hele militair-industrieel complex, dat draait natuurlijk weer op volle toeren. Dat is ook belangrijk. Is dat zo? Ja. Wat waar dan? Dat weet ik helemaal niet. Nou, Amerika, dat is gewoon de wapenlobby is daar gewoon heel sterk. Ja. Dus het beleid wordt voor een groot deel bepaald door economische keuzes. En op een bepaalde manier is natuurlijk een bom ergens opgooien een hele mooie manier van geld verdienen. Ja. Je koopt iets. En degene die het koopt, die blaast het zelf op. Moet je voorstellen dat je op die manier broodroosters zou verkopen. En ondertussen verkoop je ook aan de mensen die geen bommen wil, weer wapens die zich verdedigen tegen bommen. Precies. Ja. Met raketten natuurlijk. Ja. Ja. Dus eigenlijk de hele wereld staat er best wel goed voor. Ja. Ik wou trouwens ook even zeggen dat... Dat ziek zijn van jou vorige week, dat heeft wel geholpen. Want de mensen hebben weer massaal gedoneerd. Echt, en gescholden. En dat het goor was wat je deed. Ja. Ik had er net ook... Ik ben nog steeds verkouden. Het is een heel kut verkoudheidje, mensen. Je bent een paar dagen gewoon goed ziek. En dan voel je ook ellendig. Maar gelukkig zijn er pijnstillers en zo voor. Maar daarna dan blijf je nog heel lang met zo'n hoofd vol met snot zitten en zo. Dus dat voelt helemaal niet helder of wat dan ook. Dat willen de mensen niet weten. En daarom gaan ze gewoon betalen. Dat hebben ze ook allemaal gedaan. Ja, dat is misschien als mensen nog meer betalen op een gegeven moment, kunnen we gewoon helemaal ermee stoppen. Ja. Dan vallen we ze ook niet lastig met onze aanwezigheid. Ja, dan gaan we gewoon naar Thailand, net als Lil' Kleine. Ja. Gaan we daar aan onszelf werken. Heb je dat meegekregen? Nee. Die had een video gestuurd vanaf Thailand. Ik heb het maar een beetje, het duurde heel lang. Ja mensen, ik heb verkeerde beslissingen gemaakt, maar ik zit nu hier in Thailand om aan mezelf te werken. Dat is even de... Is dat een ander woord voor masturberen? Want dat doen de meeste mensen in Thailand niet. Nee, hij had wel... Volgens mij zag ik ook dat hij weer een soort scharrel had, maar dat weet ik eigenlijk niet. Dat kan ook allemaal gelul zijn. Waar in Thailand zat hij? Ja, dat zegt het verhaal niet. Oké. Oh, interessant. Ik had gewoon een leuk bruggetje, maar dat is alweer ik vind het wel interessant. Ik wil eigenlijk namelijk zelf naar Thailand. Ik heb namelijk wat nieuwe kleren nodig. En die kun je daar heel goed laten maken. Ja. Dus ik zit daar de hele tijd. Je wilde laatst ook al naar Canada. Ja, maar toen ik ben blij dat dan zou ik daar nu zondag zijn. Oh. En toen zag ik dat het daar min 3 graden was. En het was hier toen, nou dat was eergisteren of zoiets, was het hier nog lekker lente. Ik dacht, nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Maar nu zit je hier alsnog, dus je kan alsnog gaan. Ja, zeker, maar ik ben ook verkouden. Dus ik heb ook geen zin om 8 uur of 9 uur of zo in een vliegtuig te zitten snotteren. Nee. Dus, maar ja, wel jammer. Het had zo mooi geweest. De buurvrouw die zit nu in Austin, Texas. Dat zag er wel heel leuk uit. En die stuurde mij filmpjes van mooie hoedenwinkels. Toen werd ik jaloers. Ja, dat snap ik. Ja. Daarom komt ze ook niet binnenvallen nu. Nee, dat gaat niet samen. Nee. Misschien kun je het erin monteren van de vorige keer of zo. Oh ja, leuk. Heb jij gezien dat Zelensky, gaan we gewoon weer terug naar Oekraïne? Ja, zeker. Dat hij de Tweede Kamer toesprak via een scherm? Ik heb het niet gezien. Ik zag een krankzinnige tweet van een mevrouw van GroenLinks, de dochter van die cameraman. Ja, Bromet. Laura? Ja, die tweette zoiets van dat haar zoontje had gezegd, mami, kun je me morgen naar school brengen? En zei, nee, ik heb een afspraak met Zelensky. Niet zo hard fluisteren, hoor. En daar was echt alles mis aan. Ja, maar ik hoorde ook in een podcast Sini Usdeels zeggen... Of nee, het was Michiel Liebema die hem interviewde. Die had ook gezien dat er een school was die dan... waar de kindjes gesminkt werden met geel-blauwe vlaggetjes op hun wangen. En die gingen allemaal Oekraïne-liedjes zingen, lagere scholen. Ja. Alsof het een soort carnaval was. Ja, het is krankzinnig, hoor. Het is gewoon een nieuwe religie. Maar wat is dan de religie? Wat aanbidden we? Wat aanbidden we? We aanbidden de macht van de market, de marketing van de oorlog. Ja. Nou, kijk, de Europese Unie mensen zeggen altijd al heel lang van... Oh, wat zijn we trots, want we hebben geen oorlog, Maar ja, misschien is het wel gewoon zo dat wij als soort gewoon nog zo primitief zijn... dat we nu dan gewoon oorlog nodig hebben. En bij afwezigheid van oorlog hier... dat we dan een oorlog in de buurt omhelzen... en ons dan helemaal aan één kant gaan scharen. En sowieso de hele wereld is volstrekt bipolair de laatste paar jaar. Mm-hmm. Dus dit is helemaal geen midden meer. Er is niet meer een beetje genuanceerd naar links en naar rechts kijken. Het is of je bent voor of je bent tegen. Nou, we zijn nu allemaal tegen de Russen... Ja, we zijn allemaal voor de Oekraïners. En dan op een manier, bedoel ik ben ook wel voor de Oekraïners, maar hoe de Tweede Kamer een staande ovatie gaf nadat Zelensky zijn totaal gekleurde en ons honing rond de mond smerende woorden had gesproken. Daar gingen ze allemaal opstaan. En dat is toch gewoon meer iets van, ja... We hebben u gehoord, we gaan kijken wat we voor u kunnen doen in plaats van... maar het is ook... Wat zei die nou wat we niet zelf wisten of konden bedenken? Ja, dat ik zeg het, het was... Helemaal niks. Nee, hij zei helemaal niks. Hij zei alleen maar dingen die ons lekker moesten voelen. Oh, Den Briel 1588. Ja. Oh, serieus? Ik heb er helemaal niet naar gekeken. Nee. Ik had echt nul interesse in wat hij te melden had. Hij heeft dus gezegd dat wij onder druk zijn door de Spanjaarden en ons in Briel hartstochtelijk hebben verdedigd. En dat we dat ook met hun moeten doen natuurlijk. En, en Mark, tutoyeren ook. Ja. Mark, jij bent essentieel voor onze rol in de Europese Unie. Heeft hij ook uitgelegd wat de Oekraïners toen voor ons in Den Briel hebben gedaan? Dat is misschien namelijk wel, want dan kunnen we het namelijk een keertje terug doen. Dat lijkt me relevant. Nee. Maar wat hij eigenlijk zegt is van toen in Den Briel, toen hebben jullie gewoon jezelf geregeld. En dat gaan wij dus niet doen, maar jullie moeten ons nu helpen. Ja, nee, maar volgens mij, als je een beetje doorzoekt... Was er toen in Den Briel, in die tijd, was er wel een soort Marokkaans segment wat ons heel erg geholpen heeft. Dat weet niet iedereen, maar die hebben gewoon toen eigenlijk de Spanjaarden verslagen. Ja. En niet de Oekraïners. Nee, precies. Dat volgens mij ook niet. Nee, volgens mij is er in die tijd nog iemand zich met die oorlog bemoeide waren. Dat natuurlijk de Russen, maar de Oekraïners waren toen natuurlijk nog gewoon Russen, dus dat, Ja, of heette dat Russen? Ik moet mijn neus snuiten. En dan moet ik even voor pauze zetten, anders worden mensen boos. Ja, oké. Dus maar die oorlog die gaat volgens mij nooit over. Dat denk ik onderhand. Omdat het gewoon te veel winnaars. Het is net zoiets als te veel fracties in de Kamer. Ja. Het is gewoon, Daarover gesproken, moeten we niet gewoon toe naar een systeem... om de versplintering voor te gaan, ook in Europa, maar te beginnen in de Tweede Kamer, dat je toch een soort kiesdrempel hebt, dat je minimaal 4 zetels moet hebben voordat je erin kan komen? Nee. Want je krijgt een onbestuurbaar land nu. Ja. Dat blijkt voortdurend uit alles. En dan stapt die weer op en ook dat zetelroof. Kijk, we worden natuurlijk helemaal niet bestuurd door de Tweede Kamer. Dus dat maakt toch geen zak uit. Nee, en zo'n Sylvana Simons in de Kamer, dat is gewoon feest. Die wil je gewoon erbij hebben. Ja, nee, maar natuurlijk zijn er ook mensen... Dat is juist de enige reden om er naar te kijken. Ja. Anders was Omtzigt nu al meteen uit de Kamer. Nee, want hij was nog wel... Nee, maar dan komt hij er wel moeilijker in. Nee, maar die staat op zoveel zetels als hij in de Kamer begint. Ik weet niet of zo'n Omtzigt tegen de tijd dat de verkiezingen zijn nog zo populair is. Ik betwijfel dat. Hij kan zich beter aansluiten bij iemand dan iets zelf beginnen. Ja, maar dat... Er was een dingetje. Dit is een moeilijke man, hoor. Kijk, weet je, ik vind op de Omtzigt, ik vind hem hartstikke leuk. Ik hou van dat soort, een beetje van die mooie aspergers die gewoon... Daar gewoon helemaal geen grijs tinten voor bestaan. Dat vind ik mooi. Dat vind ik handig. En zulke mensen moeten we ook zeker hebben. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment zijn ze ook gewoon wel vervelend. Op een gegeven moment is het gewoon weer dat mannetje die... Want kijk, weet je wat het is? Je hebt de overheid en de overheid die maakt regels. En die regels die gelden voor iedereen. Want de overheid moet iedereen zonder aanzien des persoons behandelen. Mm-hmm. Maar dan heb je dus individuele gevallen waar die regels gewoon superkut uitpakken. En... Op dat moment moet je dan dus toch als ambtelijke organisatie een beetje menselijk mee omgaan. Mm-hmm. Maar dat is dus super moeilijk, want je gaat dan dus uitzonderingen maken. En waarom heeft dan de ene wel weer recht op een uitzondering en de ander niet? Dat is ook weer in strijd dus met het feit dat iedereen hetzelfde moet zijn voor de wet. En de wet is elke keer hetzelfde. En Omtzigt is eigenlijk op een bepaalde manier iemand die de hele tijd juist heel... Eigenlijk zegt dat hij dus de menselijke maat verdedigt... door te zeggen van ja, kijk, dit zijn de regels en ze zijn niet nagekomen. Ja. Maar eigenlijk is het... Er is niet een goed antwoord op. Zeg maar. Zolang wij een soort halve apen blijven... kun je niet regels maken die gewoon helemaal voor iedereen gelden. Of voor iedereen zeg maar een goede uitkomst opleveren. Ja. Maar heb jij gisteren toevallig nog dat debat gezien... dat ging geloof ik over dat... De toespraak van Zelensky. Nee. En daar moest Hoekstra, want die was dus minister van Financiën... maar die is nu minister van Buitenlandse Zaken. Ja. Die moest gaan uitleggen als minister van Buitenlandse Zaken... waarom de Russische tegoeden die hier zijn niet bevroren zijn. Omdat er in België 20 miljoen is veiliggesteld... in Zwitserland 6 miljoen en in Nederland... 4 ton of zo. Ja, sowieso. Gazprom zit gevestigd in Amsterdam, hè? Oh ja, waar? Ja. Zuidas. Oh, wat leuk. Volgens mij. Ja, maar dan kan je dan toch allemaal... En dat geeft ook maar aan hoe corrupt dit land is. We zijn een bananenrepubliek. Ja, maar ik vind het eigenlijk ook wel weer van de zotte om te zeggen van... kijk, natuurlijk, dit is een corrupte bende in Rusland. Hè. Laten we dat voorop stellen. En in Oekraïne minstens zo erg. Ja. Maar als jij gewoon een Russische multimiljonair bent... en je hebt een groot jacht en die ligt ergens in de haven... en jouw despoot besluit ergens een oorlog te gaan voeren... dat dan jouw jacht wordt afgepakt, vind ik eigenlijk ook gewoon heel raar. Ja, maar vaak... ik heb over Abramovic gelezen, die eigenaar van Chelsea. Zo'n 20 jaar geleden heeft Poetin tegen een aantal oligarchen gezegd... jullie kunnen ongemoeid je gang gaan, zolang jullie mijn beleid niet kritiseren. Ja. Dus ze zijn rijk geworden dankzij Poetin. Ja. Dus als je dan... het is een beetje lullig dan dat je dan Chelsea van hem afpakt. Maar het is wel het enige wat je kan doen dan, of zo, om iets terug te doen. Ja, ik weet het eigenlijk wel niet. Kijk, de vraag is altijd natuurlijk, hoe beschaafd ga je om met gebrek aan beschaving? Dus op een gegeven moment ga je zeggen van, christelijk is om de andere wang toe te keren. Dus waarom, en in principe zijn we natuurlijk een christelijk continent, zou je kunnen zeggen. Dus je zou kunnen zeggen van, je pakt Oekraïne, hier heb je ook de Baltische Staten. Dat zou dus zeg maar de christelijke oplossing zijn. Ja. Nou ja, daar kom je niet ver mee in het leven natuurlijk, geopolitiek. In ieder geval niet. Maar de vraag is wel, waar zit ergens de grens? Waar ga je zeggen van... jij bent zo onbeschaafd, maar daarmee ook zo gevaarlijk... dat wij niet anders kunnen dan jou met nog onbeschaafder tegemoet te treden... want anders dan gaat onze beschaving eraan. Ja. En hoe beschaafd ben je? Wat is er nog over van je beschaving aan het eind van de rit, zeg maar? Maar dat zijn allemaal hele logische dingen als je het groter ziet. Maar als je dan gisteren iedereen, de hele Kamer was het wel tegen Hoekstra. Als er dan een vraag wordt gesteld, waarom is dit überhaupt niet gebeurd? Dit is van jou, is het een antwoord. Maar hij zegt, ja, we moeten kijken of dat nog wel kan met de AVR, de privacyregeling. Waarop Omtzigt zegt, ja, maar die AVR heb je ook in Zwitserland en België... en zelfs in Engeland voor de brexit hebben ze nog een AVR ingevoerd. Dus ja. Dus het is gewoon verschuilen achter regeltjes... waarmee je dus de indruk wekt dat je gewoon totaal corrupt bent... en eigenlijk gewoon de belangen van de Russen in Nederland behartigt. Ja, maar dat is ook zo. We zijn natuurlijk al decennia zijn we dat land waar je heen gaat... waar je zeg maar je postbus neerzet als je weinig belasting wil betalen. Dus Bono zit naast Gazprom op de gas... Ja, precies, en de Rolling Stones, die zitten in Amsterdam en zo. Een hele goede Amsterdamse band, de Rolling Stones. Heb je wel eens van gehoord? Ja, nou. En U2 komt ook uit Amsterdam, die vind ik minder. Ja, vind ik minder. Ja. We hebben wel eens een leuk liedje gemaakt. Zeker. Moeten we ook niet onderschatten. En dit is allemaal dus echt ook inderdaad dus van die shit en niemand die zegt dat hardop. En wat ik altijd een beetje eigenaardig vind, is dat het ook lastig uitleggen is kennelijk wat het grote voordeel is voor Nederland, dat die hier dan zitten. En er wordt altijd gezegd, werkgelegenheid, omdat, ik weet dus dat Tommy Hilfiger, dat is een modebedrijf, dat zit dan het hoofdkantoor ook in Amsterdam en daar werken dan heel veel fotografen voor en vormgevers, dus in ruil voor die vestiging. Ja, maar dat is ook weer relatief nieuw is dat. Ja. Ik heb een cursus Russisch gedaan bij de UvA een paar jaar geleden en daar zat ook een jongen in de groep, of een man, moet ik zeggen, een mens zonder baarmoeder. Die werkte voor een Russisch bedrijf. En dan was dus. En hij werkte daar, omdat het dus sinds korte tijd, volgens mij toen, was het dus verplicht om ook werknemers erop na te houden in je brievenbus. Oh ja, precies. En al zijn collega's waren wel Russisch, dus dat is natuurlijk dan ook nog eens zo. Ja, wat voor werkgelegenheid, expat krijg je er voor een groot deel voor natuurlijk. Ja. En hij wilde wel eens een keer weten waar ze het over hadden. Ging hij maar eens Russisch leren. Maar dus eigenlijk, ik vind het een lastig verhaal. Ik weet niet precies wat we er nu opschieten. Kennelijk, je mag het ook niet hardop zeggen, want daar komt het natuurlijk op neer. Kijk, Hoekstra die kan dus niet zeggen of zo van, ja, dat zijn allemaal van die brievenbus firma's die zitten in Nederland omdat ze hier geen belasting hoeven te betalen of bijna niet. En dat hebben wij zo geregeld omdat. En dat, nee. Als dat een goede reden is, daar kun je een goede reden voor hebben. Je kunt gewoon zeggen van dat levert ons zoveel op. Ja, dat werd ook gisteren gezegd van het is toch belachelijk dat hij nu naar de minister van Financiën weer verwijst. Terwijl hij dat zelf was. Dus hij kent het. Ja, dat is natuurlijk zo. En hij zag er echt uit als een soort natte puppy die net uit de vijver werd getild. Ja. Heel verwilderd. Nee, ik vind... Ja. En ook in zaken die... Ik geloof dat we helmen hebben gestuurd, hè? Ja, helmen. Ja, het zou kunnen. Ja. Ik weet dat Canada heeft... Die sturen al een tijdje een soort brandweersamenwerking, geloof ik. Dus die Oekraïense brandweer die loopt in oude brandweeruniformen uit Canada. Hmm. En daarom, er was zo'n gast van CNN, die stond daar ergens verslachtig toen bij Lviv, bij BNN stond daar. En dan zag je op de achtergrond dus allemaal, brandweermensen met brandweerpakken op. Daar stond achterop Edmondson, op een plaats is in Canada. Dus had je weer zo'n Twitter-horde zo van, ja, hij staat helemaal niet in Canada, hij staat helemaal niet bij Lviv, hij staat gewoon in Canada ergens bij een brandend gebouw. En dat is wel mooi, want dan zie je daar gewoon allemaal van die typische Oekraïense koppen daaromheen lopen. En dan, Ik vond het een prachtige complottheorie. Ja, en Biden wilde een regime change, hè? Heb je dat gehoord? Dat was vorige week zaterdag of zo. Ja, die zei dat. En op zich... Ja, dat is ook zoiets... Weet je, kijk, Biden is natuurlijk... Die is niet helemaal helder in zijn hoofd, laten we dat niet... laten we dat niet vergeten. Maar hij zegt natuurlijk wel dingen die hij om zich heen zo hoort, zeg maar. Ja, en misschien ook die hij zelf vindt. En die hij zelf ook vindt. En die de hele wereld, denk ik, ook wel vindt. Ja. Maar dat hoor je niet te zeggen als leider. Het heeft allemaal niet zo gek veel zin. Zeker niet als je als land de geschiedenis hebt van regime changes die je gaat af... Waarna dan altijd de lokale boel uit elkaar pleurt. Met als meest recente voorbeeld natuurlijk Syrië, maar Libië, daar heb je ook nog steeds slavenmarkten. Irak, niet zo goed geregeld daar, niet echt lekker. Maar het is daar toch wel rustig nu? Nee. Nou, weet ik niet. Zodra er ergens anders een oorlog is, dan hoor je ook niks meer. Hè? Nee. Ik bedoel, ik durf te wedden dat er nu gewoon een zelfmoordaanslag kan komen in Bagdad met pak een beet 3 doden en 15 gewonden, dat niet eens in het journaal komt. En tegen wie dan? Wie is dan daar de vijand? De Amerikanen? Kijk, je hebt natuurlijk nu, het is een soort van democratisch, dus de Soenieten die vroeger gewoon altijd het touwtje in handen hadden, die hebben dat nu natuurlijk niet meer. Ja. En laten dat nou de baasjes zijn die IS hebben opgericht. Dus die zullen het ook wel niet zo eens zijn met wat de regering doet en weet ik veel wat allemaal. Ik verstond Jesse, maar je zei IS. IS. Ik dacht Jesse opgericht. Ja, ja goed. Maar dat terzijde. Dat terzijde. De letter Z, heb je daar iets tegen? De letter Z, het is de laatste letter van het alfabet. Ja, zeker. Het is een mooie letter. Het is de associatie met Zorro. Zorro, dat is toch... Wat dat betreft droomde je als kind altijd om met een sabel en zet in iemands borst te... In zijn borst ook. Dat is de kleding van zijn borst. Ah, ja. Nee, de letter Z die kan dus echt niet meer. Nee, is die gecanceld? Ja, die is gecanceld. Die is fout. In Nederland? Of? Wereldwijd. Ja, dat heeft te maken met de oorlog. Natuurlijk. Want de Russen hadden de Z namelijk geclaimd als een soort van... Ja, ik had dat wel gezien. Iets met de oorlog, dus denazificatie wellicht. Ja, maar al die tanks die hebben toch een Z op hun... maar die mag je niet meer gebruiken. Dus, dat je dat even weet. Straks komt Acharias nog even langs. Ja. Dan gaan we samen naar Oro kijken. Ja. Nou. Nee, dan kunnen we beter een vleestaks invoeren. Een vleestaks, ja. Dat willen we, hè? Want we moeten allemaal, ook die mevrouw Bromet, die was trouwens ook nog in het nieuws, omdat ze zei... Ah, ik heb het zo fijn voor elkaar, want ik heb nu met mijn zonnepanelen en mijn ditjes en mijn datjes, heb ik opbrengst €34. En het ging erover dat ze ontzettend gesubsidieerde elitaire bullshit aan het vertellen was over hoe goed ze wel niet was en hoeveel subsidie ze kreeg om haar eigen stroom te voorzien. Ja. En iemand anders had ook daaronder gezet van ja, maar luister eens even. Je hebt helemaal, oh ja, alsof ze meer opbrengst had uit wat ze deed dan andere mensen. Maar dat was niet zo. Het kostte alleen minder geld omdat ze subsidie kreeg. Ja, ja. Oh ja, een paar weken ervoor had ze een foto gepost van de nieuwe keuken. En daar zag je op de buiten gewoon een grote, zeg maar, houtopslag geplaatst. Oh. Dus ze stookt ook gewoon hout. Wat eigenlijk haar partij ook wil verbieden. Ach ja. Oh, dat was haar foto. Ja, ja, ja. Wel... Ze woont daar toch ergens bij Den Ilp of zo? Of woont de vader? Nou, maakt er niet uit. Maakt geen zak uit. Ja, de vader was altijd wel leuk hoor. Ja, dat was een superleuk programma. Buren en wat is nou, wat zijn nou? Dat was ook fantastisch. Ja. Maar wat vindt u dan van uw buurman? Ja. Ja, maar zij maakte ook filmpjes toch op een gegeven moment? En is toen de politiek ingegaan? Of heeft die nog een dochter? Ik heb geen flauw idee. De naam Bromet had ik al niet zelfstandig op kunnen komen. En verder zal die familie mij jeuken. Nee, maar we moeten dus nu allemaal minder vlees eten. En dat moet dus gaan ze het eten van vlees straffen met een belasting. Ja, kijk. Dus eigenlijk gaat het alleen maar dat... En de meeste mensen willen helemaal niet minder vlees eten... of die zijn wel de positief. Maar mensen moeten dus eigenlijk alleen maar meer geld toch weer... Het gaat allemaal om geld rondpompen. Nou ja, en er moet gewoon meer geld naar de overheid. Dus wat je nu gaat krijgen is dat vlees wordt gewoon duurder. Dus mensen betalen meer voor hun vlees. Zo simpel is het. Ja. Houden minder geld over voor leuke dingen. Misschien wel hele goede dingen waar ze hun geld aan zouden kunnen uitgeven. Goede toelen, whatever, weet ik veel wat allemaal. Dus er gaan winkels en andere shit gaan gewoon stuk. Ja. Moet de overheid dan gaan oplossen. En op een gegeven moment gaan de mensen misschien wel minder vlees eten. Hè? Dat zou best kunnen. Het zou me niks verbazen als over een paar eeuwen mensen gewoon geen vlees meer eten. Gewoon omdat we dan allemaal veel te week zijn geworden. Ja. Maar dan heeft de overheid dus tegen die tijd... Want de overheid, dat geld komt dus binnen. Dus die hebben dan dus nu straks een potje. Dat komt van vlees. Dat is gewoon hun extra geld. Ik weet niet wat ze ervan gaan kopen. Ik denk, windmolens neem ik aan of iets dergelijks. Windturbines, hè? Ja, windturbines, pardon. Anders maak je er een romantisch beeld van. Ja. Windturbines, mensen. Of zoiets, hè? Dus daar gaat dat geld aan uit. Maar op een gegeven moment, of ze betalen subsidies aan mevrouw Bromet... zodat ze denkt dat ze heel goed bezig is voor de planeet. Ja. Dat mag wat kosten natuurlijk. Maar dan gaan dus de mensen uiteindelijk minder vlees eten... en dan heeft de overheid dus weer een tekort. Ah, dat is... En dan krijg je de fruittax of... Oh nee, waar gaan we heen? Ik weet het niet. En wat iemand zei... dat vond ik eigenlijk best wel... volgens mij een ingezonden brief in het Parool die ik vanochtend toevallig zag. Want dat is nu een ochtendkrant. Ja. Heb jij een papieren editie? Nee, ik keek online. Ja. Maar als die vleestaks erop komt, dan wordt vlees dus duurder. Dus dat zou eigenlijk een incentive zijn voor de producenten van vlees... om de productiekosten omlaag te brengen. Wat incentive een moeilijk woord. Drijfveer. Drijfveer. En hoe gaan ze dan de productiekosten omlaag brengen? Door het kutter te maken voor de dieren. Oh. Dus het zou best wel eens het effect kunnen hebben. Eigenlijk het omgekeerde van wat... Tenminste, ik weet niet of minder vlees eten heeft dat met dierenwelzijn te maken... of vinden we gewoon dat we allemaal ongezond dik zijn. Ik weet niet precies wat... Nee, dierenwelzijn. Het zou gewoon omgekeerd kunnen uitpakken. En op zich, het is niet, wat die mevrouw schreef, je kunt je daar wel iets bij voorstellen, dat op die manier zou werken. Mm-hmm. Zij zegt dan dan kun je beter gewoon wetgeving maken waarin gewoon een bepaalde manier van productie gewoon verboden wordt. Dan wordt het vanzelf wel duurder, gaan mensen vanzelf minder vlees eten. En dan moet je dus ook nog weer gaan voorkomen dat mensen vlees, bijvoorbeeld uit Oekraïne importeren, waar natuurlijk die regels niet zijn. Ja. Zoals met kipfilet op een gegeven moment het probleem was met het associatieverdrag. Oh ja. En, ken je dat van in Israël in Israël wordt dus heel veel varkensvlees geproduceerd. Wist je dat? Nee. Nou, dat is dus natuurlijk, hoe heet het, niet kosher. En dat komt door een wetgeving die er is, namelijk dat het verboden is om varkensvlees te importeren in Rusland. Maar daar had je met de val van de muur in de jaren 90 had je heel veel Russische Joden die hun bies hebben gepakt. Die dachten van ja, het is hier complete chaos, wij gaan lekker in Israël wonen. Ze zijn erheen gegaan, maar die zijn helemaal niet traditioneel Joods of zo. Dus die willen gewoon spek kunnen eten en weet ik veel wat allemaal. Ja. Dus er ontstond een grote vraag naar varkensvlees. En al die kibbutzen, die zijn er gewoon toen maar varkens gaan houden. Want importeren was niet mogelijk. Dus je hebt nu gewoon heel veel van die gebieden waar gewoon dus heel veel varkens worden gehouden. Hmm. Dus ook dit zou op zich averechts kunnen werken. Ja. Het is natuurlijk wel weer, tenzij dus gewoon stiekem de manier, de reden is dat ze doen dat ze gewoon meer geld willen vangen. Ja. En dat zit natuurlijk dik in. Want waarom zouden ze niet meer geld willen hebben? Ze bedoel ik natuurlijk de hoge heren in Den Haag. De hoge heren in Den Haag, dit corrupte bananenzootje. Ja, precies. Die als er vragen worden gesteld, altijd maar... Ook met die Hugo de Jonge, dat er alles maar... We moeten eerst maar het onderzoek afwachten. En de onderzoeken duren te lang omdat ze het gewoon geen zin in hebben. Nee. Omdat ze het niet belangrijk vinden. Het is echt... Rutte, die is gewoon... Ik denk echt dat alles beter wordt als Rutte weg is. Ik denk het niet. Ik denk niet dat het ooit weer beter wordt. Dat zou ik heel raar vinden. Ja, maar dat zou toch mooi zijn als jij ongelijk hebt. Ik vind het nooit echt leuk om ongelijk te hebben eigenlijk. Ja. Ik ben daar geen fan van. Nee. Nee, dat is ook dus een dingetje. Hè? Bestuurders, bewindspersonen en zo, ja. Die gebruiken steeds meer Signal. Ja, oh, omdat ze... Ja, omdat dus WhatsApp-gesprekken, die kun je dus wobben. Maar waarom er Signal-gesprekken... Kun je ook wobben. Ja. Maar als je in Signal een berichtje stuurt... Dan kun je die eenzijdig weghalen en dan kun je niet zien dat het berichtje verstuurd is geweest. Ah, oké. Okay. En bij WhatsApp kun je het ook wel weghalen. Maar volgens mij moet je een beetje snel zijn. Je moet binnen 20 uur volgens mij zijn. Ja. En het moet niet gelezen zijn. En je blijft zien dat er een gesprek, dat er iets gewist is. Ja. Hm. Ja. Ja, want het schijnt ook dat de jongen inderdaad ook op een andere manier ging e-mailen om buiten de WOP verzoeken. Ja, via zijn eigen cloud. Ja. Maar dat is eigenaardig, want je zou denken dat je dat gewoon ook kunt wobben dan. Ja, ik weet niet, maar stel nou dat je gewobt wordt en je zegt nu, of je hebt alles gewist, hoe gaat dat? Of mag je nooit meer iets wissen? Nee, in principe moet het 20 jaar toegankelijk blijven. Maar alleen op je zakelijke telefoon en niet op je privé. Of hoe moet ik dat zien? Nee, in principe alles. Maar het moet wel met beleid te maken hebben. Ja. Dus je hebt nu een dingetje in de raad, dat weet ik dan toevallig. Dat speelde een maandje terug. Dat was de communicatie tussen wethouder Van Doornink met de fractie van GroenLinks. Ja. Want dat is natuurlijk haar kliek. Maar dat is ook... de mensen die haar moeten controleren mede, want die zitten in de raad. En die conversatie, die kon dus gewopt worden. Terwijl je normaal gesproken als raadslid kun je niet gewopt worden, want je hebt een controlerende taak, niet een besturende taak. Maar, ja, hoe zal ik het zeggen? Dat was een inkijkje toch wel die niet leuk was. Dus ook voor de betreffende raadsleden ja. Was dat best wel confronterend, dat in één keer iedereen toch kon meelezen. En ik moet zeggen, en dat was ook nog wel van die aard dat je zou denken dat dus kennelijk die wetgeving redelijk goed wel wordt nageleefd uiteindelijk. Ja. Als er dus een WOP-verzoek is, dan gaat er wel iemand dat redelijk neutraal gewoon bij elkaar zoeken. Gewoon met zijn mandje op alles bij elkaar sprokkelen wat er is en dat krijg je dan. En er valt wel eens wat buiten, maar ja, je zou bijna denken als dat een keer fout gaat, dat het ook wel echt gewoon een fout is. Want het is best een klus natuurlijk, al die communicatie bij elkaar zoeken. Ja, nee. Want er is in principe geen hele duidelijke grens. Volgens mij dat wobben gaat vermessen. Bas Paternotte, die had laatst, die ging ook iets wobben, maar ik weet niet meer wat. En eigenlijk was dat iets waar ik... Oh ja, dat ging over dat telefoontje tussen nu de minister van Justitie, die Yilni... Ja, Dylan en Wilders over Hoe dat ging? Ik heb het begin geluisterd. Maar dat was inderdaad een paar weken geleden. Dus Bas, ik weet niet of je luistert. Volgens mij niet. We werden genoemd ook nog. Nee, Bas luistert niet. Maar dat vond ik wel leuk. Daar keek ik wel naar uit. Zeker, maar Jan Dijkgraaf, die overigens nog een waarschuwing heeft voor onze luisteraars en kijkers. Oh ja. Dit niet luisteren onder het autorijden, dat is levensgevaarlijk. Ja. En hij ging dat doen voor de eerste keer, midden in de nacht. En toen, na 10 minuten, viel hij in slaap, bijna. Ja, precies. Maar het is en hij dacht dat het een compliment was, ook. Het is een oude man die misschien rond die tijd niet meer in de auto moet zitten, ook. Nee. Of zich laten rijden. Het is mijn oude hoofdredacteur. Ik was vroeger, toen ik een beetje journalistiek actief werd, was ik altijd doodsbang voor hem. Ja, nu nog? Nee, nu niet meer. Want we hebben later ook samen op de lijst gestaan voor Geen Pijl. Ja. Nee, maar het is wel grappig dat je op een bepaalde leeftijd, dan krijg je een soort van bepaalde indruk bij iemand. En dat, op een bepaalde manier blijft het ook altijd weer wel een beetje hangen, zeg maar. Ja. Maar Jan die suggereerde dus, die zei van ja, maar als het dus zo moeite kost om dat gesprek te wobben, misschien heeft het wel helemaal niet plaatsgevonden. Maar de vraag is dan, waarom zou Wilders dat niet hebben gezegd dan? Waarom zou Wilders niet gewoon hebben gezegd, ja, maar ik ben nooit gebeld. Ja. Dus dat lijkt me gelul. Ja, precies. Dat was het. Jan. Of. En de benzine is goedkoper. 17 cent. Per liter? Nee, per volle tank, nee. Per liter. Oké. Nou, mooi. Dan ga ik weer tanken. Omdat het alles zo duur is, hebben ze een beetje van de accijns verlaagd. Ja, precies. Waardoor de benzine nog steeds, lees ik, nog steeds duurder is dan in Duitsland. Ja. Maar ja. Ja. Ja, dat het goedkoper zou worden dan in Duitsland, dat zou ik nergens op slaan. Nee, er komen al die Duitsers hier. Ja, precies. We hebben al genoeg Oekraïners. Nee, precies. Dat moeten we niet hebben. Ja, Oekraïners in Amsterdam, die kregen €60 per week zakgeld. Ja. Het gemiddelde inkomen in Oekraïne is €300 per maand. Ja. Hm. Dus de helft krijgt nog minder. Ja. Dus dan krijg je hier net zoveel, plus onderdak. Je moet het hier uitgeven. Het is daar natuurlijk... Ja, dus je kunt het ook gewoon opsturen. Gewoon via, Western Union. Oh ja. Dat is toch voor loesje zaken altijd? Ja, dat of voor crisislanden. En Oekraïne is bij uitstek een crisisland. Ja. En verder sneeuw, hè? Ja. Sneeuw? Ja, ik vind het niks. Nee. Ik had hier niet meer op gerekend. Ik heb ook een beetje lekkage in mijn slaapkamer. Och, jezus, alweer? Ja, gewoon dat eigenlijk, ik moet dat van de zomer eens heel goed aanpakken. Daar is dat dak, dat is deels doorgeroest en dat is ooit geplamuurd. En dan hele kleine kiertjes, als maar lang genoeg regent, dan komt het toch naar binnen. Mm. En dat slaat niet fijn. Nee. Ik moet daar wat mee. Maar goed, hoef ik dat mensen verder niet mee lastig te vallen. Nee, maar zeker niet als je zo zacht praat. Ik praat helemaal niet zo zacht. Je moet gewoon niet zo gaan zitten. Ja, maar dit is gewoon mijn normale houding. Nee, maar in de sturen zat je zo en dan ben je gewoon goed te verstaan. Ja, er is nogal een verschil tussen dat bankje daar en deze stoel waar ik nu op zit, vriend. Ja, maar we konden ook hier op de bank. Ja, we moeten zo foto's maken voor Tom. Oh ja. Anyway. Het sneeuwt. Weet je eigenlijk, op een beetje langer termijn, blijft het koud? Of wordt het over een paar dagen weer mooi? Ik bij het KNMI werk. Ja. Of weer online. Ja, dat is echt typisch. Ja. Ja, dat werken allemaal van die artistieke types. Ik ga zeggen... Van die kunstenaarsbaardjes en zo. Ik ga eens even kijken hoor. Ja, er ging wel een klus dinsdag niet door wegens te slecht weer. Ja, dat snap ik. Dus dan zal dinsdag ook nog wel slecht zijn. Dat zit er dik in. Oh ja, het is de hele week regen en koud, maar geen sneeuw. Ga ik maar een stuk zeil kopen dan en dat eroverheen spannen. Ja. Dat is ook wel lekker. Dan kan ik het raampje openzetten en dan is het een beetje alsof je in een tent slaapt. Dat getikkelt. Ja. Ja. Goed, gaan we dat doen. Hoe is het trouwens werken voor een politieke partij na de verkiezingen? Is dat nog... het is nu eigenlijk best rustig. Nou ja, weet je, dat is voor mij zelf is het gewoon wel een beetje onrustig. Want dat hele politieke gedoe, daar weet ik gewoon heel weinig van natuurlijk. Dus dat moet ik allemaal nog leren. En in die campagne was ik in de situatie dat ik dat campagnevoeren wel onder de knie had. Ja. Dus nu ben ik eigenlijk weer, sta ik weer gevoelsmatig weer met lege handen. Moet ik weer alles eigen maken. Alleen de tijdsdruk is veel kleiner. Jij wil gewoon weer een campagne eigenlijk. Ik zou het liefst nog een campagne gaan doen. Ja. Ja. Ja, dat zou ik eigenlijk het leukst vinden. Dan kan je niet gewoon... Omdat ik dat dus nu voor mijn gevoel wel een beetje down heb. Maar als je nu gewoon naar Thailand gaat om kleren te kopen, misschien kun je dan daar ook een beetje campagne gaan voeren. Dat je gewoon overal gaat campagne voeren. Nou, dan kan ik wat posters meenemen voor je 21 vandaag gewoon zo. Of dat je gewoon even daar ergens in het gat wat het politieke landschap achterlaat springt om daar campagne voor te voeren. Daar? Daar waar in de wereld ook maar een campagne nodig is. Ze hebben er wel een koning waar ze volgens mij niet zo tevreden over zijn. Heet hij niet Boemibal of zo? Ja, dat was de vorige. Oh. Daar was iedereen super blij mee. Dan ging je 5 jaar de bak in als je over zo'n foto heen pist. Kun je vragen aan een of andere Zwitser die dat deed. Ja. Maar die is nu opgevolgd door zijn zoon, die gewoon echt zo'n volstrekt losgeslagen playboy-achtig, maar eigenlijk nog veel gekker dan dat is. Ja, die heeft ook meerdere vrouwen, toch? Of was dat een normaal? Ja, ik denk dat we dat niet naïef moeten zijn dat Boemibal dat wellicht ook had. Okay. Maar ik ben er niet helemaal in. Ik volg het thuis. Misschien moet ik dat aan Lil' Kleine vragen. Misschien dat hij volgende week even kan inbellen. Ik heb een heel leuk nieuw woord geleerd. Ga kijken of jij het weet. Petrichor. Petrichor? Ja. Ik dacht eerst dat het Petrichor was, maar met CH. Petrichor. Petri, dat is van zo'n schaaltje, toch? Ja, dat dacht ik ook. Ik heb het niet kunnen deduceren. Mensen met de middelbare school heten Petri. Ja, het is de geur die ontstaat wanneer regen op droge grond valt. Mooi, hè? Ja, dat is een mooi woord. Maar zullen we het even over het nieuws hebben verder? Of, het is toch ook nieuws voor de meeste mensen? Ja, dat is waar. Dat is komt hier toch ook om te leren? Nee, maar anders dan denken mensen weer van... oh ja, dit is het moment dat ze niks meer te zeggen hebben. Dan gaat het nog 3 kwartier door, ik zet het niet uit. nee, we gaan nog 3 kwartier door, maar met de inhoud. Nou komt Maarten. Er komt een wet in Florida. Ja. Die volgens Biden is die hateful. Hateful? Hateful. Dus hatelijk. Hatelijke wet. En die verbiedt het om in third grade, wat 8- tot 9-jarigen zijn, homoseksualiteit en dat soort dingen te onderwijzen. Maar eigenlijk gewoon überhaupt gewoon het zoiets heeft van 8-, 9-jarigen moeten daar misschien nog gewoon helemaal niet mee bezig zijn. Maar het is dus hateful om het wel te doen of hateful om het niet te doen? Om het niet te doen. Oh. Dus, want op de een of andere manier kennelijk het hele LGBTI toestand, daar kun je altijd een Q. Kun je niet vroeg genoeg, en onderwijzen. Nee. En dat vond ik het vermelden wel waard, zeg maar. Dat is... mooi. Nou, kom dan mee met nog wat nieuws. Nou, ik heb nog een nieuwtje. Ja? Onderzoekje geweest in Canada. Ja. Ongevaccineerde mensen zijn veel milder over Rusland. Mensen die gevaccineerd zijn, die vinden allemaal dat echt de ergste sancties voor Rusland zijn niet erg genoeg, zeg maar. Dan heb je echt over 85% of zoiets. En dan heb je ongevaccineerden, vindt maar 13% dat. Maar dat is in Nederland toch ook zo? Want de ongevaccineerden zijn de wappies. En dat is Forum. Ja. En de Forum-mensen die zijn ook pro-Poetin. Ja. Zo, wat is het toch makkelijk om een beetje te chargeren? Nee, zeker. Maar inderdaad, in zijn algemeenheid als je maar dat is in Canada dus ook zo? Als je het geldende narratief van de MSM en de overheid zeg maar wantrouwt... Ja. Dan laat je dus niet vaccineren. En dan is er dus een oorlog en dan word je dus geacht dicht te denken. Dus dan ga je dat denken. En dan word je geacht dit te vinden, dus dan ga je dat vinden. Ja, die correlatie, ik vond het wel mooi dat is onderzocht eigenlijk. Ik hoorde dat er ook een soort World Government Summit aan de hand was. Dat hoorde ik via No Agenda. Oh. En dat werd geopend door een dame die zei... Are you ready for the new world order? Oh. Toen kwam ik hier aan, dus ben ik gestopt met luisteren. Maar dat was veelbelovend. Dat was in de podcast van donderdag. Ja, en iedereen, nee, ik ook niet. Nee, hij niet. Nee, ik ook niet hoor. Nee, niemand was klaar. Nee, en ze waren ook bezig met een soort digitaal betalingssysteem te maken. Maar dat was geen cryptocurrency. Nee. Maar wel een beetje zoals in China is of zo, met social credits of zo. Of, dan gaan we ik heb op zich, ik geloof het best wel dat er mensen zijn die daar naartoe werken. Ja, waar zou het anders heen gaan? Vraag ik me ook wel eens af, zeg maar. We kunnen niet opnieuw apen worden. Zeg maar, evolutie gaat altijd maar één kant op, dat gaat nooit terug. Nee, maar het kan zijn dat de evolutie zich elke keer herhaalt en dat we aan het eind allemaal uitsterven, dat alle kennis verloren gaat en dat er dan weer opnieuw iets begint. Maar ja, dat er geen manier is om die kennis over te dragen, omdat alle kennis verloren is. Dus die nieuwe apen die vinden dus niet onze boekjes met van als je het zo doet gaat het een stuk sneller of doe dat niet. Nee, precies, maar die vinden ook niet onze Bijbel en onze Koran, dus die gaan ook niet die kant op gaan zo. Ja, of ze vinden dat wel en zeggen dit is een gave van God. Oh. Dat het zo gekomen is dat we gelovig zijn geworden. Nee, het is alleen maar angst, hè? Ja. Bezweren van angst, religie. Nou, dat weet ik niet. Weet ik, het zijn de eerste stapjes, denk ik, van een soort van brein wat een soort rationaliteit ontdekt. Dus in één keer moeten overal verklaringen voorkomen en dan... dan zijn de eerste verklaringen die komen, die zijn gebaseerd op autoriteit. Dus iemand beweert het zo en dan denkt iedereen van, hij zegt het, dan zal het wel zo zijn. Dat is de meest primitieve vorm van redenatie, zeg maar. En hoe moet je dan? Ja. Dus dan ga je dat allemaal maar aanhangen. Ja. En gaandeweg worden we natuurlijk steeds artistischer, dus steeds rationeler. Dan vinden we dat steeds meer mensen vinden dat dan eigenlijk heel stom. Ja. Nou ja, daar zitten we nu natuurlijk. Ja. Nou, mooi is dat. Ja. Even kijken. En dan is er nog... Ik heb nog één dingetje. Maar ik snap er eigenlijk geen zak van. Maar... JP Morgan die voorspelt gewoon een serieuze recessie, zeg maar. Ja. Als een correctie voor de inflatie die zo hoog is. Ja. Hoe het een correctie kan zijn van het ander, weet ik gewoon niet. Ik ben daar echt te dom voor. Ja, maar wat is... Ze voorspellen een recessie, punt. Ja. Oh, maar dat is... Maar die is volgens mij... Ja, er is al toch een recessie, of niet? Nou, ik voel hem niet. Misschien jij? Nou ja, maar er is een inflatie van 11%. Alles wordt belachelijk duur. Daar merk ik ook niks van eigenlijk. Jawel, dat merk je aan benzine, dat merk je aan brood, dat merk je aan... Brood, is brood echt duurder? Dat wordt gezegd, ik koop het alleen niet. Ja, ik zit ook altijd gewoon van... Kijk, ik ben zuinig op mijn manier, dus ik doe bijna al mijn boodschappen bij de Lidl. Ja. Maar dan ga ik daar ter plekke niet... Maar ook nog eens afvragen wat het kost of zo. Nee. Dan heb ik gewoon dat nodig en dan gaat dat in mijn kar. Dat, en aan het eind... dat komt omdat jij een witte geprivilegeerde man bent. Nee, jij denkt dat mensen van kleur de hele dag alleen maar sommetjes in hun hoofd aan het maken zijn. Jij moet gewoon schuldbewust met kettingen om naar de supermarkt. Ja, oké. Okay. Maar ja. Ik heb die kettingen niet en dat is weer ook zo'n seksuele voorkeur die als opgedrongen voelt, zeg maar. Ik ben die persoon niet met die kettingen die dan in de supermarkt loopt. Nee. Dat is dan een façade. Mm-hmm. Ik hoorde daar ook laatst wat over. Maar goed, ik ga hier niet nog langer stilvallen om na te denken. Ik ben hier ondertussen aan het lezen van JP Morgan. Ja. Maar die heeft het vooral over de Russische economie hier. Oh, dat is waarschijnlijk een ander artikel, hè? Ja, dat zal wel, want het is ook 4 maart. Dat is alweer een maand geleden, joh. Ah, ja. Over de crisis van 98 in Rusland. Dat was... Ik zag toevallig zo'n filmpje van Mark Felton over hoe er bijna een derde wereldoorlog was uitgebroken in 1999 bij Kosovo. Oh ja. Dat je in één keer zo'n Russisch, zou het een bataljon zijn? Ik ben niet zo thuis in die termen. Ja. Die hadden in één keer... Regiment misschien? Ja. Die hadden in één keer een vliegveld bezet en... En de het Amerikaanse opperbevel gaf toen opdracht om gewoon desnoods met geweld dat vliegveld in te nemen op de Russen. Ja. En dat zouden de Fransen zouden dat moeten doen samen met de Engelsen. De Fransen die zeiden meteen van, oh nee, maar we waren ons net aan het terugtrekken, dus dan gaan we daar wel even mee verder. Ja. Dus die waren in één keer in geen veld of wegen te bekennen. En toen had je de Britse hoogste bevelhebber, die zei gewoon van, ja nee, dat ga ik niet doen. Hij zei van, nee, we gaan niet de Russen aanvallen en dan krijg je gewoon misschien wel een derde wereldoorlog. Nee, dat gaan we gewoon helemaal niet doen. En die kreeg daar toen vanuit Amerika veel kritiek op, maar feit is wel dat hij waarschijnlijk een groot conflict heeft voorkomen. En een vergelijkbaar conflict wat nu dus ook eigenlijk de hele tijd kan ontstaan. Het is gewoon een held. Ja, maar ook bij de Amerikanen is van oudsher is dus gewoon geen weinig. Ik kan niet op het woord komen. Nee, het is bijna een sketch, maar ze voelen weinig neiging om rekening te houden met Russische gevoeligheden. Ja. En ook best wel gewoon zoiets van, ja nee, maar dan gaan we gewoon vechten en dan gaan we winnen. Ja. Of gaan de Engelsen wel vechten en dan gaan die wel winnen. Ja, zo. Maar dat is, Trouwens, die Jan Dijkgraaf die zeg maar waarschuwde dat je bij ons in slaap viel. Dat hele gesprekje begon met dat het hem wel eens leuk leek om gewoon recensies te geven over andere podcastshows. En toen begon hij dus met de show van Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen, die elke ochtend een podcast hebben. Heb je die wel eens gehoord? Elke ochtend? Elke ochtend een kwartiertje. Oké. Nee, nog nooit. Dus om 6:30 staat hij online. En ze doen dan altijd alsof ze om 6:00 bellen, maar ze verspreken zich heel vaak. En dan zeggen ze morgen en gisteren, terwijl dus je hoort dan altijd wel dat... Ze nemen ze gewoon allemaal op zondag op? Nou, ze nemen het denk ik, gewoon voordat ze naar bed gaan op. Ah, ja. Maar toen zei hij... En toen was ik dus nog niet eens aan Maarten Brandt en die andere knakker begonnen, of die andere gozert. Ja. Dus eigenlijk, als wij zeg maar net zo'n succes moeten worden als Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen, moet jij gewoon net iets absurder en grappiger worden. En ik moet alleen maar lachen en hinniken. Echt, om alles wat je zegt moet ik lachen. En dan worden we echt een succes. En zij hebben ook heel veel reclame, dat ze dan 5 minuten over een product gaan praten. Echt product placement. Ja, serieus? Ja. En dat doen ze dan wel weer leuk. Wij krijgen allemaal van die mailtjes, hè? Van of we niet iets op ons kanaal willen doen voor dit of dat. En dan krijgen we geld. Of we krijgen een gratis ding. Misschien is het best wel leuk om dat een keer gewoon allemaal te zeggen van... Ja, nou, hartstikke interessant. Gewoon eens kijken wat voor proces je terechtkomt. Want het leest namelijk als een soort vorm van oplichting, zeg maar. Ja. Maar hoe dan? Niet. Ja. Ja, de scamwereld is schier oneindig. Maar we kunnen het uitzoeken. Ja, het is wel op zich wel interessant. Het zijn allemaal Tsjechische e-mailadressen. Ja. Nou ja. En ook een paar Poolse. Het wordt wel minder de laatste tijd. Dat komt natuurlijk omdat onze kijkers allemaal zo grift doneren. Dat hebben ze ook wel door. Zeker. En laten we nog een keer vragen of mensen zich op ons privéadres, privébkanaal kunnen abonneren. Ook. Ja, dat doen ze wel. Rustig maar gestaag. Ja, dus dat is belangrijk. Maar kijk, we zijn ook een raar soort niche. Want het meeste, wij hebben beeld erbij en al die podcasts, dat is gewoon alleen maar audio. Dus mensen kunnen naar ons kijken. Het is ontzettend kwetsbaar. Ja, ik vind het doodeng eigenlijk, nu je het zo zegt. Ja. Waarom doen we die camera eigenlijk aan? Nee, ik heb geen idee. Omdat we eigenlijk fotografen waren. Nee, en dan filmen en zo, dus dan ben je eigenlijk beeldgeoriënteerd. Nee. We zijn niet zo inhoud georiënteerd, maar dat werken de mensen denk ik wel. Dat hoef ik niet te zeggen. Nee, en we begonnen allemaal 2 jaar geleden. Dit is al aflevering 93 geloof ik, als ik het goed heb. Dat is best lang. Het begon dat we gewoon een soort klassiek journaal wilden maken. Dat was ooit het idee, ja. En het was lockdown ook vooral. We hadden ook niet echt geen zak te doen verder. Ja. En een journaal, dat, een nieuwslezer achter een desk. En toen is het begonnen, toen ben ik steeds meer gaan zeggen. En op een gegeven moment ben ik er maar naast gaan zitten. Ja, dat is waarom eigenlijk ook eigenlijk. Dus misschien moet jij het gewoon weer alleen doen. Nee. Ga ik weer achter de camera zitten. Nee, dat vind ik niet. Dan stop ik. Ach, dat is... Ik heb echt geen zin in. Nee, ik heb er dan... Goed. Dan doe ik dat niet. Goed. Dus. Nou, gaan we nu even een paar foto's maken. Ja, want er komt een nieuwe layout. Ja. Jawel. Echt super chic hoor. Ja. Dag. Doei.